Beste kijkers, vandaag zijn we op het startterrein en we hebben een interview met Suad Hoofwijk. En zij is een van de organisatoren van het Soccer Challenge. Suad, vertel eens even aan de kijker, wat houdt dat Soccer Challenge in? Nou, de Soccer Challenge is eigenlijk vergelijkbaar met een voetbalweek. Hè? Bij ons vindt dat plaats van 29 augustus tot 2 september. En daarin bieden we eigenlijk 4 dagen onze jeugd. Bieden we dan leuke activiteiten rondom het thema voetbal natuurlijk. En dat speelt zich allemaal een jaar bij het startterrein? Klopt, onze voetbalwijk vindt hier op ons eigen terrein plaats. En daar hebben we gelukkig 3 mooie velden ter beschikking om ze alle 3 voor te gebruiken. Nu kostte het verleden kostte altijd maar alleen de kinderen van de basisschool mee doen. Maar dit jaar is het gek veranderd. Tel eens even, wat is veranderd? Ja, klopt. Onze jeugd vind ik het zo leuk om deel te nemen dat we dit jaar besloten hebben om de leeftijdscategorie met een jaar te verlengen. Dus voor hen worden altijd van 6 tot 13-jarigen mogen meedoen. En dit jaar is het van 6 tot 14-jarigen mogen zich opgeven voor onze voetbalwijk. Dat betekent dat meer kinderen kunnen meedoen. Dat betekent dus ook meer vrijwilligers. Ja, zeker. Dan mogen dit jaar dus. We hebben het maximum weer verlengd. Vorig jaar wordt het heel goed gegaan. En daarom durven we deze stap ook wel te maken. Om nog een plus-minus 30, 40 kinderen extra toe te laten. Dat zal ook wel betekenen dat we iets meer vrijwilligers nodig hebben. Alleen zussen wel bij de oude leeftijdscategorie hebben ze niet heel veel begeleiders meer nodig. We focussen voornamelijk op de jongste categorie om daar een goede begeleiding te hebben. Hoeveel vrijwilligers in totaal hebben ze en hoeveel moeten per dag optreden? Ja, gedurende de week hebben ze echt wel over de 40 vrijwilligers nodig. Per dag is dat een beetje afhankelijk. Sommige lui die komen echt een hele week, sommige die komen 3 dagen. Dus dat hangt er echt een beetje vanaf ook welke activiteiten we die dag gaan doen. Mm-hmm. In principe mocht iedereen zich voor de Soccer Challenge bij ons opgeven. Of ze nu wel lid bij een voetbalclub of niet. En we zien wel dat de meesten komen hier wel echt uit de regio vandaan. En wat is eigenlijk het maximum aantal kinderen dat ze kunnen aanpassen? Ja, dat zien we als organisatie ook nog niet helemaal vergoed. We willen kinderen niet teleurstellen. Maar we hebben nu voor onszelf gezegd, we gaan tot 180. En dan, dat is wel een beetje de max waar we vanuit gaan dit jaar. En wat moet een kind daarvoor betalen? Bij ons kost de Soccer Challenge €110. En wil ze er nog een bal bij, komt er nog het extra bij. En moeten ze dan bij opgave betalen of wie deed dat? Ja, dit jaar hebben we het heel makkelijk. Tijdens het inschrijven hebben we een digitaal inschrijfformulier. En dan kunnen ze ook meteen via iDeal kunnen ze betalen en is het eigenlijk in één keer geregeld. En dan hebben ze betaald. Wat krijgen ze dan allemaal voor terug? Boete natuurlijk een onvergetelijke leuke week. Krijgen ze natuurlijk gedurende de dag krijgen ze eten, drinken hier op het complex. Ze krijgen een mooi tenue. Ook met de naam erop. Dus een shirtje, een broekje en zakken zitten erbij. En ook natuurlijk de activiteiten moeten ook bekostigd worden. Dus daar gaat ook natuurlijk een deel naartoe. Als je kinderen ze willen met doen, hoe kunnen ze zich opgeven? En tot wie niet? Als ze via de website kijkt, dus www.svdestart.nl, stuit er meteen op de homepagina stuit er een inschrijflink. Daar kun je op klikken en dan kom je eigenlijk bij ons digitaal inschrijfformulier. Inschrijven kind tot deze maand, de 26e, en dan sluit de inschrijvingstermijn. Mogen jullie danken voor dit interview en heel veel succes wensen met de Soccer Challenge. Ja, dankjewel. Gaat het goed komen.